We zitten klaar in El Alcora. Is de kijkers thuis. Fijn dat u erbij bent. Gunter en ikzelf, Siert de Vos, wij zitten paraat om deze wedstrijd van commentaar te voorzien. We verwachten best veel van dit duel. Dit zou toch echt iets moois moeten kunnen opleveren. Nou, Siert, ik ben heel benieuwd hoor, wat deze teams ons gaan voorschotelen. Ik heb het gevoel dat we naar iets moois gaan kijken. Hier zien we de basisopstelling van het eerste team. De coach stelt vandaag op 4 verdedigers. Met 4 middenvelders ervoor en voorin 2 aanvallers. Allemaal op 1 lijn. Ja, en dat is dus de klassieke 4-4-2. Hier zien we de opstelling van het andere team. Dat ziet eruit als een heel klassiek 4-4-2 systeem. Dat klopt, zie je het. Eerste helft. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Fletcher. De paas wordt onderschept. Hij geeft hem diep. Voor de keeper. Doman. Ja, zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen. Fletcher. De keeper houdt die bal tegen. Doma. Niet goed gepaast. En dus balverlies. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. Daar is het schot. Het gevaar kan het altijd oplaaien. En dan nog een keer een bal tegenhouden. Deze was iets makkelijker om af te stoppen. Ja, nee, maar die vorige bal is hier. Dat was toch meesterlijk, zeg, de reactie van die keeper. Dit moet een doelpunt worden. Nog niet verkeken. Ja, die is raak. Het openingsdoelpunt. Er is maar een klein kansje en die ligt in het netje. Ja, de wedstrijd is los. En we gaan zien wat er nu verder gaat gebeuren. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En vervolgens kan hij verwoest het uithalen. Ja. Het lijkt wel een raket die zo langs de keeper inslaat in het doel. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Goed werk, zeg. Om hem daar af te pakken. En dan vraag ik me af wat de scheidsrechter nu gaat doen. De bal wordt ingeleverd.
blijft aan de bal. Reeds een tegenstander. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aan. Dat was geen moeilijke beslissing voor de scheidsrechter. Het is buitenspel. Zoek naar uitbreiding van hun voorsprong via deze hoekschop. We zien de herhaling van die aanval die bijna tot een succes leidde. Hoekschop wordt voorgegeven. Een koppel op doel, maar moeiteloos gekeerd door de doelman. Ja, met dit soort ballen verras je niet. Fletcher, nu snel eruit komen. Over de vleugel. Daar ligt de ruimte. Dat moet de gelijkmaker zijn. Ja, man. Achteroverleunen. Dat zag er best gevaarlijk uit, maar valt mee. Ja, dit is echt een mooie actie van het doelman. En een belangrijke ook, want hij haalt zijn team daarmee op voorsprong. Oh, daar! De schietkans! Oef, dat scheelt niks. Maar goed geprobeerd, dat zeker. Een kans op te scoren. Hij houdt hem tegen. Wat een reactie van die doelman. Nou, als je van dichtbij nog zo kan reageren, dat is bijzonder imponerend. Al naar het midden. Met deze hoekschop kunnen ze het verschil vergroten tot 2. Schop in het centrum geplaatst. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Hij blokkeert het schot. Bal wordt voor het doel gebracht. Ik telde hem al, maar die speler stak er op het allerlaatste moment een stokje voor. Ja, sterk verdedigd. Kijk, de scheidsrechter geeft voordeel. Goeie beslissing. Hij moet richting doel marcheren met die bal.
staan ze uitstekend over te spelen, zeg. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. Fletcher, doelman met een redding. Dit kon wel eens tegelijkmaker worden. Nou, dan schrijft ze de fluit en dan gaan we rusten. Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Hij laat zijn tegenstander achter zich. Knappe volley hier. De schot wordt tegengehouden. Nu goed houdt deze corner ze. De bal komt voor het doel. Nee, dat is slordig gedaan. Gaat hij gelijk maken? Probleemloos pas. Hij kan de bal voortzetten. Nu zouden ze best kunnen counteren. Snijdt naar binnen bij de achterlijn. Hij dacht dat hij een goede doelkans kreeg, maar de scheidsrechter fluit voor buitenspel. Al was het op het randje. Ze proberen opnieuw een opening in de verdediging te vinden. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Blijft aan de bal. Hij snijdt naar binnen met de bal. Als hij de bal maar niet snijdt, is die leeg. Duidelijk veel last van die blessure. Thomas. Ze kunnen snel uitbreken nu. Zien we nu de beslissende actie? Moet het doelpunt worden? Hij neemt een volley. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En dan is het nog niet zo makkelijk hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie. En hoe de bal in het doel belandt. Dat is echt prachtig. Nu is hij hem kwijt. Op weg naar het doel nu. Ja, hij worstelt zich los. Oef, dat scheelt niks. Maar goed geprobeerd, dat zeker. De coach gaat wisselen. Thomas. De doelman anticipeert en heeft hem vast.
90 minuten reguliere speeltijd resterend. Het is duidelijk dat hij last heeft van een blessure. Misschien valt hier iets te creëren. Hij gaat over de lijn, inworp. Een mooi moment voor een nieuwe speler, zegt de coach. Beide teams nemen hun posities in. Hij neemt hem kort. De verdediger houdt die bal tegen. Nu verspoelt hij het balbezit. Ja, koekoek, hé, hij is er voorbij. Misschien een kans. Ja, die zit erin. En dus is deze wedstrijd nog lang niet gespeeld. Het kan nog. Ja, veel beter kun je hem niet geven. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van deze voorzet. Die was perfect op maat. En dan die bal, ja. Die had de keeper best mogen hebben. In de korte hoek, maar hij zit. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Hij krijgt de tijd om iets op te zetten. Want zo'n schot is de doelman niet onder de indruk. Daar is het schot. Ja, hij maakt hem en dat is zijn tweede vandaag. Dus een dag kan niet meer stuk. Moet je nou toch kijken, Siers. Hoe hij de bal raakt. Wat een knal. Nou, dit is een dodelijke combinatie van richting en van kracht. En we hebben nu een stand van 3-1. Ze heroveren de bal. En met de bal aan de voet de uitbraak. Toch de schietkans. Een miserabele voorzet, zo in de handen van de doelman. Dit is absoluut een sliding waar je geel voor zou kunnen geven. Dat wordt bestraft door de scheidsrechter. Even kijken hoor, ja, die krijgt geel. De field official geeft aan dat we nog 4 minuten extra speeltijd krijgen. Fletcher. En nu heeft hij de ruimte overgesteken. Ja, hij zit en dat is het. Toch nog iets mogelijk lijken. Ja, want nu is de achterstand nog maar 1 doelpunt. Dan gaat het echt ontspannen. Dit is een doelpunt dat je eigenlijk helemaal niet ziet aankomen. Omdat de ploeg staat te verdedigen, maar bij het wegwerken komt die bal ineens bij een medespeler terecht. En die kans die daaruit volgt, leidt onmiddellijk tot het doelpunt.
Dat was alweer het vijfde doelpunt. 3-2. De scheidsrechter fluit voor het einde. De teleurstelling is groot onder de meegereisde supporters. Wat een rampzalige wedstrijd. Vooral voor hem. En wat een lange terugreis zal dat worden dus. Ja, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk vervelend als je net te kort komt en met maar één doelpuntverschil verliest. Maar dat hoort er ook bij. De tegenstander leek net iets scherper in de duels. Volgende keer beter.